Goedemiddag iedereen, beste kijkers, iedereen die thuis meevolgt. Mijn naam is Aminata en voor de mensen die al heel deze week hebben meegevolgd, houden wij in het kader van Cultuurloket de Inspiratieweek deze week met op de middag telkens een inspiratietalk met een of andere artistieke of zakelijke leider uit de brede culturele sector. Het thema is cultureel leiderschap na corona. Dat is wat we bespreekbaar maken deze week. En vandaag is alweer de laatste dag, want we zijn vrijdag. Wie Cultuurloket niet kent, Cultuurloket is een VZW dat zakelijk, fiscaal en juridisch advies geeft aan alle vormen van organisaties binnen die brede culturele sector, maar ook aan individuele cultuurwerkers. Je kan er terecht met al je vragen. En zij organiseren ook opleidingen en inspiratietalks zoals deze. Dus ik wil beginnen met alvast Iris Verhoeven te verwelkomen. Iris Verhoeven is directeur van JEF. Welkom, Iris. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, Iris. Laten we er meteen invliegen, want een uur gaat heel snel voorbij. Iris, ik vraag aan iedereen om zichzelf even voor te stellen, hun functie en de organisatie waarvoor jij werkt. Ja, sinds 2017 directeur bij JEF. En JEF is een jeugdfilmorganisatie die op verschillende zaken inzet. Dus distributie van jeugdfilm, dus in de cinema's, maar ook in het tweede circuit. Heel veel naar scholen ook. Wij doen ook heel veel filmeducatie. Ook naar bij de publieke. En wij doen vormingen we laten installaties reizen, workshops over heel Vlaanderen en Brussel. En daarnaast hebben we ook nog een festival dat in verschillende steden in Vlaanderen doorgaat. Dus dat is een beetje een notendop als je wist. Ja. De werking van JEF is heel erg nauw verbonden met onderwijs en educatie, zoals je net zei. Iedereen heeft te maken gehad met de crisis, dus ik ben ook benieuwd hoe dat jullie met jullie organisaties en met jullie werking en die nauwe samenwerking met het onderwijs, hoe dat jullie die crisis in een eerste fase eigenlijk hebben ervaren en aangepakt. Ja, dat was alle hens aan dek, hè, denk ik. Zo die eerste weken ook van school die ook bang hebben, die niet goed weten wat ze moesten doen. Maar eigenlijk, ik ben er wel van verschoten hoe snel dat ons team eigenlijk geschakeld heeft. En eigenlijk, ja, er waren al wat ideeën om dingen online te doen, want natuurlijk, dat bestond al ervoor, hè, voor de coronacrisis. Maar ja, door allerlei omstandigheden, of pas een moment nog niet, is dat dan niet van de grond gekomen. En nu konden al die ideeën eigenlijk zonder remmingen gewoon in gang gezet worden, want het moest. Hè, dus waar dat er soms wat schroom was, om dan bijvoorbeeld iets te gaan testen, als er met beperkte tijd of zo, of beperkte middelen, was dat nu gewoon een keer vol een bak vooruit. En dan is er eigenlijk wel op korte tijd heel veel uitgedacht geweest. We hebben een soort, als het gaat over workshops bijvoorbeeld, wij hebben een soort DIY-workshops gedaan. Dus eigenlijk, dan brachten wij naar de school een heel groot pakket met al het materiaal, hè, want we werken met heel veel specifiek audiovisueel materiaal. De leerkracht kreeg op voorhand een korte vorming van de workshopbegeleider en dan kon die leerkracht dat eigenlijk alleen doen in de klas, maar was er ook nog wel online begeleiding, moesten ze vastzitten, hadden ze nog wat extra informatie nodig, wat inspiratie. En eigenlijk is dat ook wel heel goed onthaald geweest bij die scholen. Mm-hmm. Dan daarnaast hebben we natuurlijk het gedeelte film. Hè. Onze organisatie zit ongeveer in film en meer dan film. Dat is een grote onderverdeling. En bij film natuurlijk, ja, het is makkelijker, hè, om dingen online te laten zien. Hè. Dat is toch anders dan met theater, waar dat er dat je een heel andere aanpak moet hebben. Hè. Bij film, dat kan online. Je mist wel wat beleving, maar toch. Dus daar natuurlijk als distributeur hadden wij het voordeel dat wij natuurlijk al online eigenlijk wel aanwezig waren, hè, op streamingplatformen. Wij kenden ook heel hard die wereld. Dus op die manier konden wij ook wel scholen die bijvoorbeeld schoolvertoningen annuleerden, konden wij hen wel heel snel helpen om het dan in de klas te bekijken en ook het materiaal tot bij hen te brengen. Eventueel intro's te doen. Er is bijvoorbeeld een heel groot project geweest met Club van de Lelijke Kinderen, een jeugdfilm, een Nederlandse jeugdfilm, waarbij er heel veel scholen gingen komen naar Brussel, hè, in het Palas. Maar dat ging dan uiteindelijk niet, kon dat niet doorgaan. Maar dan hebben we eigenlijk de gastspreker, van een jonge gast uit Nederland was, allemaal in al die klassen gebracht. Hè. Dus die hebben nagesprekken gedaan in die klassen. En eigenlijk was dat fantastisch. Is dat supergoed meegevallen. Er was veel meer interactie. Hè. Je moet je voorstellen, zo een zaal met pakt 500 kinderen, dan zijn er toch, hebben ze
zeker Belgische kindjes, hebben dan wat schroom om te praten. In een veilige omgeving van hun klas was dat helemaal niet. Dus dat waren heel geanimeerde gesprekken. Ook voor de gastspreker eigenlijk, voor de acteur dan, was dat heel fijn, want je moest natuurlijk al die verplaatsingen niet doen. Dus dat zijn zowel dingen dat we ook nog, nu na de corona, zeker nog gaan meepakken. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, omdat je zei van in die eerste fase hebben we heel veel dingen uitgedacht en zonder remmingen toch wel dingen kunnen realiseren. Dat heeft denk ik te maken met de spanning van die tijd. En ja, iedereen, dat is ook wel heel vaak naar boven gekomen deze week, dat cultuurwerkers of de ervaring hebben dat hun medewerkers eigenlijk heel flexibel en zich wendbaar ingezet om mee na te denken over hoe gaan we verder. Hè? Ik stel mij de vraag, ik ben heel benieuwd naar binnen uw organisatie, welke denkoefeningen hebben jullie dan gehad en hebben jullie dan doorgetrokken dat tot de dag van vandaag nog steeds binnen jullie beleid zit? Wat zijn de belangrijkste verschuivingen die er dan zijn gebeurd? Ja, als het gaat over online... Dat stond natuurlijk al wel langer op de agenda. Ik denk, als we ons beleidsplan hadden geschreven, dus voor de volgende 3-4 jaar, dan hadden we al jaren geleden, dus 2020, hadden wij vastgelegd, elk jaar hebben wij een jaarfocus, waar we dan wat extra rond gaan doen, wat onderzoek gaan doen, een beetje een focus. En 2020 was de focus op VOD. Dus er was eigenlijk al wel wat voorbereiding gebeurd daar. En wat we hebben gezien is dat zoals bijvoorbeeld die nagesprekken, dat eigenlijk heel goed werkt op die manier. Hè? Dus dat zijn experimenten die gebeurd zijn. Er zijn bepaalde dingen die we gewoon gedaan hebben omdat we toch iets wilden laten doorgaan. Hè? Dus dat zagen we ook heel rap van, ja, oké, het is wel kunnen doorgaan. We hebben iets kunnen doen voor ons publiek. We hebben die verbinding gehouden met ons publiek. Maar vanaf dat we live kunnen gaan, doen we live. Maar er zijn ook heel veel dingen die wel een ander soort... creativiteit of een ander soort interactie eigenlijk hebben teweeggebracht. En die gaan we dan ook echt verder doen. Dus, zoals? Ja, zoals bijvoorbeeld met die nagesprekken. Maar ook wat we gezien hebben in het festival bijvoorbeeld. We hebben 2021 de editie ook online moeten doen. Is dat we bijvoorbeeld ook wel een hele hoop scholen die we anders nooit bereikten. Omdat die misschien wat verder zaten of niet genoeg tijd hadden of niet genoeg middelen, dat we die nu wel hebben kunnen bereiken door dat online aanbod. En waar dat we vroeger misschien zoiets hadden van oké, online, dat zijn gewoon de film kijken, hebben wij nu ook heel veel nagedacht over wat kunnen wij nog extra daar rond doen om die beleving rond die film zo groot mogelijk te maken. Hè? Waardoor het er... we hebben een arsenaal aan mogelijkheden en opties die we eigenlijk modulair kunnen aanbieden naar gelang de vraag van een school of van een organisatie of een jeugdbeweging. Dus dat geeft wel veel opties of zo. Ja. Ja. En is dat iets dat je echt... is dat iets dat van... Dat denkproces, is dat vertrokken vanuit u als directeur van de organisatie? Of heb jij echt in dat proces al uw medewerkers... Heeft iedereen mogen meedenken over hoe bepaalde dingen ze aanpakken, hoe is dat precies in gang gegaan? Ja, tuurlijk was dat vanuit heel team. Hè. Ik zie me er al staan, van ja, we gaan nu dat doen en dat. Nee, ik bedoel, dat was eigenlijk al heel hard aanwezig ook. Hè. Dus die zin voor experiment zit er heel hard in. We stimuleren dat ook heel hard. Hè. We hebben een soort garage, we noemen dat soms, hè, zo de garage, waar dat van alles kan geprobeerd worden. En dan kijken we, werkt dat, dan gaat dat voort, werkt dat niet, blijft dat. Er zijn twee dingen eigenlijk. Wacht, je hebt enerzijds het festival, een soort experimenteerhub. Zal ik ze niet op terugkomen. En dan anderzijds, ja, wij merkten met corona, bepaalde dingen vielen stil. Dus we hadden wel wat vrijgekomen tijd. Sommige mensen hebben dubbel zwaard moeten werken. Hè, als het gaat over HR en al die dingen. Maar bij sommige mensen kwam er wel wat tijd vrij. En dan dachten we, oké, hoe gaan we dat nu interessant opvullen? Hè? Niet gewoon mailbox uitkruisen, maar... interessant opvullen. En dan zijn we zo naar de IT gegaan. Allee, we zijn heel geïnteresseerd in zo die sector. Hoe dat die problemen aanpassen, hoe dat die werkstructuren, organisatiestructuren. En zij werken bijvoorbeeld ook met design thinking. En design thinking is eigenlijk een soort creatieve methodologie waar je veel meer vertrekt vanuit hun doelgroep. Dus we hebben... Ja, dat heb ik dan wel wat gedaan, hè. Zo wat voorbereiding, gewoon gegoogeld. Van, wat kan dat zijn? Een templateje gemaakt. En hebben we eigenlijk als een soort, bijna als een spel, dat voorgesteld aan het team.
We hadden verschillende projecten. Bijvoorbeeld Brainstorm Weekend, dat een paar maanden later ging doorgaan. De Festivalbox voor het festival. Maar de leerkrachten, online werken met leerkrachten. En dan werden er kleine teams gevormd. En zij moesten dan dat project helemaal uitwerken. Volgens de design thinking methodologie, wat eigenlijk is, bijvoorbeeld, dat je... Je vertrekt altijd van je doelgroep bijvoorbeeld. Dus je denkt echt heel hard na. Je doet wat onderzoek bij je doelgroep. Eerder dan dat je vertrekt vanuit... wij hebben een leuk idee. Wij gaan dat eens voorstellen. Hè. Dus veel meer vraaggedreven dan aanbodgedreven. Dus eerst is er een beetje onderzoek. Wat wil die een doelgroep? Waar is hij in geïnteresseerd? En dan gaat dat definiëren. Dan gaat een soort brainstormfase doen. Van oké, wat kunnen we dan doen? Maakt een soort prototype. Dat prototype wordt dan teruggetest bij je doelgroep. Om dan eigenlijk tot een goed idee te komen. Van oké, wat gaan we nu doen voor bijvoorbeeld die leerkrachten en online? En het leuke was, wat ik zeg, van oké, mensen, we hebben 6 weken. Hè? Zoek de groepje. Er zijn waren een paar ideeën. Mensen hebben zich in kleine groepjes gezet. Er is ook heel creatief gewerkt. Hè? Dus het was niet de bedoeling om altijd maar online te brainstormen. Maar er werden ook wandelingen georganiseerd. Mm-hmm. Er werd knutselgrieven op een bureau opgehaald om te gaan knutselen in een bos. Om je prototypes te maken en zo. En we geloven er ook heel hard in. Dat je, als je op een andere manier nadenkt over iets, dat ook een soort... Dat een andere hersenhelft eigenlijk stimuleert. En dat je dan soms op andere ideeën komt. Na die 6 weken was dan de bedoeling dat iedereen zijn prototype dan pitchte aan heel team. En ja, dat was heel stimulerend. Dat was bijna zoals op een scoutskamp. Hè. Dat was gewoon heel plezant om te doen. Daar geloof ik ook wel in. Als het plezant is, dat je veel beter kunt leren van elkaar. Dat een fijne manier is om heel interessante materie aan te pakken. Ja, dus dat was heel fijn, ja. Dat is bijna een methodische manier om aan innovatie te doen of veranderingsprocessen of nieuwe ideeën te komen. Waarom kies jij voor die aanpak? Omdat ik daar heel hard in geloof dat mensen ook graag daarin uitgedaagd worden. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, wat ik heel interessant vind binnen die design thinking methode, is dat je vertrekt vanuit hun doelgroep. Hè. Dat is heel mensgedreven, omdat we toch soms wel merken... Omdat we altijd maar, we zitten in een machinerie. Hè? Er is heel veel druk op van produceren en aanbod maken en zo. Dat we heel hard denken vanuit onze organisatie. Wat is er goed en wat wij van overtuigd zijn. Maar het is heel belangrijk om, als je die aansluiting wilt vinden met je publiek of met je sector, dat je luistert. Hè? Dat je checkt wat hebben zij nodig. Waar zit er misschien nog iets dat wij nog niet weten? En dat zit daar heel hard in. Dus ik denk dat heel... dat is heel interessant geweest of zo. En ik voel ook... Natuurlijk, het is nu allemaal terug opgestart. Alles is terug in gang en zo. Er is minder tijd. Maar je merkt wel dat er wel wat van overgebleven is. Dat we toch sneller nadenken van... Oké, dan moeten we dat eens niet gaan afchecken. Moeten we eens niet wat leerkrachten bellen die we kennen? Moeten we eens niet wat festivalgangers... informeren hierover, van is dat wel een goed idee of zo. Ja. Dus heel erg dat onderzoek, dat is dat heel belangrijk is voor de toekomst. Ja. Ja, dat is een heel strategische manier van omgaan met je doelgroep. Ik ben ook heel benieuwd naar, jullie zijn heel actief in de audiovisuele sector, weliswaar. Dat is een sector dat op technologisch vlak ook heel erg evolueert en snel verandert. Hoe bereiden jullie als organisatie jullie voor op die, om te kunnen blijven inspelen op die snelle evoluties en veranderingen? Ja, dat is echt een uitdaging. Hè? Ook omdat we natuurlijk een organisatie zijn. We zijn geen commerciële organisatie, dus we zullen meer volgen dan als het gaat over grote technologische... Omdat we daar gewoon de centen niet voor hebben, de budgetten niet om dingen, bepaalde dingen uit te weten. Uit te proberen of zo. Maar wat wij wel doen is nadenken over die day after tomorrow en daar... In de eerste plek moeten we daar gewoon open voor staan, denk ik. Dus ik denk dat het beleidsteam bijvoorbeeld bij ons, dat staat echt ook mee op de agenda. Dus we hebben altijd een agenda, dat gaat over financiën, personeel, dossiers en alles. Maar de day after tomorrow staat echt als een agendapunt ook mee op die agenda. Dingen die we hebben gehoord, onderzoek dat kan interessant zijn.
input van een commerciële distributeur. Al die dingen die komen daarop en die maken dat je daar gewoon heel hard voor open staat om te zien van oké, wat is er hier aan het gaan en hoe moeten wij als organisatie ons daarop profileren? Dus wij proberen daar echt wel... wij proberen heel hard daar proactief in te zijn. Maar ja, dat is een gigantische uitdaging. Hè? Dus... Is dat door corona op de agenda is gekomen of was dat ervoor al? Dat was ervoor al. Ik denk ook, wij doen regelmatig ook brainstorm weekends hè, met team, met de vrijwilligers, met raad van bestuur en zo. Dus met het hele uitgebreide team. Waar dat we eigenlijk altijd nadenken over de day after tomorrow. Hè. Dus van hoe moeten wij bijvoorbeeld ons voorbereiden op de cinema van de toekomst. Hè? Het is niet dat we zelf cinema's hebben, maar natuurlijk, wij zijn heel grote ondersteuners van de cinema's, heel dat vertoners natuurlijk. Dus hoe kunnen wij bijvoorbeeld de vertoners ondersteunen in wat de cinema van de toekomst gaat worden? En dan heb je begint altijd heel wild of zo, maar elke keer komen er ook wel dingen uit die dan veel potentieel hebben op korte termijn, middellange of echt lange termijn. En dat is heel fijn om te weten dat je zo'n ploeg hebt waar je dat mee kunt doen of zo. Ja. Ja. Is dat wel getraind daarin of zo? Ja. Ja, wel, ik ben heel benieuwd naar, als dat dan een agendapunt was en is geweest, of dat jullie op een of andere manier ook heeft voorbereid of een stapje voor heeft gezet op die crisis. Of ja. Als nu ik terugkijk, denk je van, als we dat niet hadden gedaan of als we... dat denkproces niet hadden gehad, hadden we het misschien moeilijker gehad tijdens die crisis. Ja, het is natuurlijk zo dat Jeff eigenlijk een relatief nieuwe organisatie is. Hè. Dus Jeff is opgericht in 2017. Hè. Wij zijn wel een fusieorganisatie, dus natuurlijk wel heel veel kennis en zo van, dat is echt 30, 40 jaar, die organisaties. Hè. Dus dat was een fusieorganisatie van 4 verschillende organisaties. Maar op het moment dat we natuurlijk... Heel de voorbereiding van de fusie is daar al heel hard over nagedacht. Hè. Wij konden heel goed kijken van, oké, hoe zijn die organisaties nu? Wat zijn die doelen? Wat bereiken die? Wat is de impact? En hoe kunnen wij meer doen met Chef? Hè, hoe kunnen wij ons beter voorbereiden? Je hebt ook ineens een organisatie die veel groter is, die een grotere slagkracht heeft, waar ook meer naar geluisterd wordt. Hè. Dat is heel fijn. Van hoe gaan we dat nu op de juiste manier gebruiken? Dus ik denk dat we dat wel... dat we die processen eigenlijk... Dat is 2015, hè? De fusievoorbereiding, of zelfs nog vroeger. Dus daar waren we echt al mee bezig. Ook het feit dat in het beleidsplan, ik denk 2022 of 2023, dat er dan een jaar wordt toegewezen aan focus VOD. Hè, van hoe gaan wij ons nu... Hoe gaan we nu ons ontwikkelen? Hoe moeten we ons positioneren en zo? Dat geeft al aan dat je weet van, oké, we moeten daar echt over aan nadenken. Dus we mogen niet gewoon zo... Ik vind dat we, zeker als zo'n grote organisatie, toch wel een verplichting hebben om proactief daarover na te denken. En niet gewoon te staan volgen of zo. Ja. Voilà. En wat heb je geleerd uit die oefening van die fusie? Op welk vlak? Ik heb er heel veel uit geleerd. Ja, wel. Op vlak van, oké, met Jeff zijn we daarin sterk, maar daarin zijn we zwak. En dat zijn opportuniteiten waar we zeker op moeten inspelen. Welke inzichten heb je door dat proces eigenlijk gekregen over je eigen organisatie? Heel het fusieproces... persoonlijk dan... dat was heel... Ik had heel hard... Ik zag dat heel zakelijk of zo. Van oké, dan gaan we naar die structuur en dan moeten we daarop inzetten en dan die indicatoren en die. Zo heel zakelijk, heel management of zo. Maar wat ik minder over nagedacht had, was de mensen. Want dat ging eigenlijk in het verleden altijd heel vlot. Mensen in dezelfde richting krijgen, zo die machinerie laten draaien. Dat ging allemaal heel vlot. Maar natuurlijk, een fusieorganisatie, ja, dat is helemaal iets anders. Je krijgt ineens 4 bedrijfsculturen samen. Mensen een bepaalde manier van werken, weten niet goed soms wat er op zich afkomt en zo. Dus dat vond ik wel heel spannend of zo, want daar was ik minder op voorbereid. Maar ik denk dat we... Allee, en ik mag wel zeggen, dat nu we zijn nu 4 jaar bezig. Wat we gedaan hebben, is heel transparant gecommuniceerd over al die dingen. Heel veel non-hierarchisch dat proberen aan te pakken. Ik denk dat
heel dat medezeggenschap of zo, of, die, of altijd dat herhalen van waarom dat we het eigenlijk doen. Hè? Want we doen dat natuurlijk, allee, waarom werken wij hier? Om kinderen te versterken, hè? Door middel van die audiovisuele wereld. Die filmwijsheid te verhogen, door andere werelden te laten zien. Ik denk ook, daar waren wij allemaal van overtuigd. En altijd die herhaling van waarom doen we het eigenlijk en dan altijd erachter wat er ondersteunend kan werken. Allee, we zijn er wel geraakt of zo. En nou, die bedrijfsverschillen en zo. Uiteindelijk, dat is even frictie. En dat was wel lastig of zo, voor veel mensen. Hè. Mm-hmm. Maar we zijn er wel... Ik denk dat we er bijna zijn of zo. En zou je bijna kunnen benoemen wat dat maakt dat je er nu... door een positief proces zijn geraakt, dat je er zei. Hè. Is dat ook door een bepaalde methodische aanpak? Of is dat heel organisch gebeurd? Of heb je op bepaalde momenten gewoon heel erg je gericht op oké, mijn mensen, hun welzijn? Ja. En hoe dan? Ja, ik heb echt wel een shift gemaakt. Want eigenlijk, het was eigenlijk was niet zo... Allee, dat vraagt wel veel werk en veel denkwerk om structuren en processen na te denken. En om te zien dat alles administratief in orde is en die dingen. Maar het menselijke, ja, dat vraagt een andere aanpak. Dus ook om erover na te denken. Wat soort organisatiestructuur willen wij zijn? Hoe moet dat zijn? Hè? Hoe die transparantie van... Hoe gaat het dan nu echt in... Je kunt dat dan wel zeggen, dat kan dan zoiets heel hol zijn, maar hoe gaat dat nu echt in de praktijk brengen? Hè? Dus alles wordt... Zolang dat wettelijk mag, wordt alles eigenlijk gedeeld ook. Hè? Maar dat geeft ook veiligheid. Hoe zeg je dat? Walk the walk of walk the talk. Ook dat proberen te blijven doen. Ik zal af en toe wel eens waarschijnlijk een keer de walk gedaan hebben. Hè? Maar zo gewoon te blijven... inzetten op wat je zegt eigenlijk, hè, tegen dat team en hoe dat je dat wilt aanpakken en iedereen erbij te betrekken, wat echt een vermoeiend proces soms is of zo, want dat duurt langer, het is soms makkelijker om gewoon beslissingen te nemen. Maar dat werpt wel zijn vruchten af of zo. Ik geloof daar heel hard in. Ik geloof ook dat als je een veilige omgeving creëert, waar je dus ook kunt experimenteren, waar er ook dingen mogen gezegd worden zonder dat dat dan negatieve effecten heeft of zo, dat wel opbrengt. Daar ben ik wel heel blij om of zo. Want ik merk ook wel dat heel veel vreugde geeft of heel veel fun om in zo'n organisatie... Ik hoop dat toch, hè, voor de meesten, dat ze daar blij mee zijn. Want dat is heel belangrijk. Wij doen allemaal een job die heel veel vraagt van ons, die heel veel loyaliteit vraagt, heel veel inzet vraagt. En ik vind dat heel fijn om deel uit te maken van een organisatie die dat hopelijk brengt voor de meeste mensen. Ja. Heb je tijdens de crisis, dat voor iedereen uitdagend was, maar wellicht ook gewoon de mens achter uw medewerkers zijn invloed had, voelde je daar ook een soort van verantwoordelijkheid als hoofd van je organisatie om je medewerkers door dat proces heen te krijgen en ook gemotiveerd te blijven krijgen om actief te blijven werken in je organisatie? Hoe was die ervaring voor u? Ja, we hebben van alles geprobeerd. En dat gaat dan zo van... We hebben check-ins, hè, bij veel organisaties hebben we zo'n check-in wekelijks om dan elkaar eens te horen. Die design thinking projecten was ook wel een manier om mensen gemotiveerd te krijgen, om ook connectie te houden, om samen na te denken. Van die online omgevingen gecreëerd, waar je dan met je avatarkes op café kon gaan. Allee, allemaal zo van die experimentjes. Ook gewoon ervoor zien, heel basic, dat iedereen heeft wat hem nodig heeft om te werken. Hè? Dus een bureaustoel. Allee, ik weet dat mijn collega, die heeft gewoon... Die is naar een bureau gegaan, die heeft alles ingeladen in een auto en die is echt alles gaan rondbrengen. Hè? Zo heel praktisch. Mm. Die blijven contact houden, want ook al vragen mensen soms dat niet contact of zo, toch wel daar proberen aan te denken. Hè? En dat echt wel in hun agenda zetten van die persoon of dat groepje hebben we al lang niet meer gehoord. Hoe is het ermee? Dat was wel wat. Hè. En ik denk, qua motivatie, ik denk vanaf dat we dan konden... Hè, er is een periode geweest dat we zo even terug naar een bureau mochten, dat er wat teamdingen zijn. Dat hebben we ook direct gepakt dan. Hè. Dan hebben wij een soort feedback-sessie gedaan met theater. Waar je dan een soort opleidingsmoment van hoe kun je elkaar goed feedback geven. En dat was lachen natuurlijk. Hè. En ik geloof ook heel erg van... Hè, ze zeggen dat ook, hè, wetenschappelijk, dat als je lacht... dan
verlaagt dat je stressniveau en dat boost je immuunsysteem en zo. Ik geloof dat ook echt. Dus ik, ik denk, als, vanaf het moment dat we iets konden doen, hebben we dat ook gewoon echt gedaan. Een bloemetje sturen, zo. Allee, zo van die dingen. Ja. Dat werd wel heel hard geapprecieerd, heb ik gemerkt. Ja. Hoe kijk je nu terug naar structureel thuiswerk? Is dat iets waarvan je denkt, oké, we kunnen dat op een of andere manier wel ingebed krijgen in onze manier van werken? Of wil je daar volledig van af? Kijk je daar naar? Wij hadden al occasioneel telewerk, hè, wat zo één keer per maand of iets. Zoiets, of je, als wij vergaderingen hebben, is het ook niet nodig als je dicht bij je vergadering bent, dat je over naar een bureau komt of zo. Dus dat was al wel, we waren wel flexibel in. Maar we hadden inderdaad geen structureel telewerk. We hebben dat nu wel ingevoerd. Dus dat is nu allemaal administratief in orde en zo. En wat we nu eigenlijk vragen is van... Want natuurlijk hebben we ook positieve dingen ervan gezien. Het feit dat je focus kunt hebben, dat je even kunt doorwerken, dat je soms komt op een bureau en worden geleefd. Hè. Dan hebben we zo wel een to-do-lijst van oké, dat wil ik hier doen, maar dan gebeurt dit of dat of... wat crisismanagement. Dus wat we nu eigenlijk hebben afgesproken, is dat structureel thuiswerk kan, maar dat we altijd vanuit de taken denken. Hè. Dus dat als je thuiswerkt, dat je even gewoon laat weten, dat is in een agenda, hè, dat je gewoon laat weten van oké, ik werk aan dat dossier, of ik... Dus heel hard vanuit de taak. Hè. Omdat voor sommige taken het echt wel heel goed is. Ik weet heel hard, in het begin met de fusie was ik er echt wel een beetje tegen. Dus daarom dat we ook maar dat occasioneel hadden. Omdat Waarom was dat? Weet je, de fusie, dat was een duivenkot in het begin. Hè? Iedereen deed maar een beetje, wist eigenlijk niet van elkaar wat iedereen deed. Dat waren echt, ik kwam van een organisatie van 3 mensen naar ineens bijna 20. Er waren ook weinig officiële functiebeschrijvingen. Dus dat voor mij voelde dat heel onveilig of zo. Voor weinig controle. Dus ik heb het gevoel wel ook nu zo dat ik toen op die moment zo die controle wou door gewoon mensen te zien en te weten wat doen wij hier allemaal, hè? Dat is dat ook van elkaar leren weten. Want natuurlijk, als je allemaal thuis zit, dan is dat weer wel moeilijker. Hè? Je praat toen tijdens de lunch en zo en tijdens aan de koffiemachine. Dus in het begin was ik dat wel wat... En ook omdat er gewoon mensen waren die... Hey, toen helemaal in het begin, van die heel veel, die veel thuis werkte, wat goed was voor die persoon, maar wel slecht voor dat team. Want dat team had nood aan heel veel informeel overleg, heel veel elkaar nog leren kennen. Hey, we hadden bureaus in Brugge, in Brussel en in Antwerpen. En ineens moesten wij samen zitten in Antwerpen, maar wij moesten elkaar echt nog wel leren kennen. Hey. Vroeger waren we eigenlijk conculega's, wij deden wel al veel samen, maar toch. En ik geloof ook wel dat die nabijheid... heel belangrijk is voor empathie en voor elkaar te leren kennen. En Dus als ik het goed begrijp, structureel thuiswerk heeft zijn voordelen, maar je moet een goed evenwicht vinden tussen dat je elkaar ook niet verliest. En ja, en we hebben daar ook echt een bevraging gedaan. We hebben ook een korte Google-forum bij de collega's van oké, hoe sta jij tegenover dat structureel thuiswerk? Wat denk jij dat een ideale verdeling zou zijn? En dan ook ze zelf te laten nadenken over oké, wat vind jij vanuit een individueel standpunt? Maar wat vind jij vanuit een wat denk jij vanuit de organisatie? Wat is er interessant voor de organisatie op dat vlak? En dat is wel tof dat je de mensen ook wel kunt meepakken in van niet alleen vanuit je eigen denken, maar ook van wat is er goed voor de organisatie? En dan zag je ook wel dat soms verschillend was. Mm-hmm. En dat was heel goed, want dan beseft iedereen dat ook van. Het is niet omdat... Dat dat individueel voor u goed is, dat dat goed is voor een organisatie. Want dat is soms wel verschillend. En wat kwam daaruit uit die enquête? Dat is zo, ik denk dat de meeste was 1 of 2 dagen thuiswerk zouden ze heel fijn vinden. En dan vanuit de organisatie van, gaat dat dan wel lukken? Moet dat dan minder zijn of meer? Of dan moeten we goed zien dat die overlegstructuren goed in elkaar zitten. Maar eigenlijk, over het algemeen, hetgeen wat we wel zo wat dachten, hè, vanuit beleidsteam, van wel, dat gehoord ook bij andere organisaties... Eigenlijk was dat heel gelijkend. Dus dat was goed, want dan was het ook geen probleem om dat te implementeren en voor te stellen aan het team. Dat werd direct aanvaard als voorstel. Van oké, gaan we dit doen? Ja, voilà. Dus. En nu is het de implementatie ervan. Maar ook de evaluatie van hoe loopt dat? Wat zijn de goede dingen? Wat zijn de nadelen? Of moet er iets aangepast worden? Dat pik je op als we de gesprekken doen binnen het ontwikkelcirkel en zo. Dus dat is een implementatie die wel blijft evolueren. Het is niet dat je dat gewoon implementeert en klaar, maar wel... Nee.
Nee, dat is ook een beetje heel de tijd dat iets doen, testen, evalueren, aanpassen. Ik denk dat dat continu is. Ja, dat is echt wel continu. Ja. Wat ik ook benieuwd naar ben, is uw verhouding naar partners toe, hoe dat misschien verschoven is tijdens doorheen de crisis. Zijn jullie nog meer met partners gaan samenwerken? Hebben jullie modellen misschien aangepast omdat de noden ook anders waren tijdens die periode en misschien nu? Kan je daar inzicht in geven? Ik denk dat wij op dat moment vooral verder hebben samengewerkt met de partners die we al kenden. Waar dat we al ervaring mee hadden, waar dat we al een soort goede relatie mee hadden. Ook geprobeerd elkaar te ondersteunen. Hè. Ik denk aan het festival, waar dat we natuurlijk eenmaal online zijn gegaan, maar dan eigenlijk wel een steunactie hebben opgezet voor de cinema's, waar dat normaal ging doorgaan. Hè. Dus je kon een stuk van de. Van het ticket eigenlijk aan uw cinema in de buurt doneren en zo. Ik denk niet dat dat een moment was om allee, zeker in het begin, om dan direct nieuwe partners te gaan zoeken en zo. Dat was gewoon, dat is te moeilijk of zo. Hè. Ik denk, dus we zijn even wel zo op ons eigen teruggegaan om, wat is er hier gaande? Wat is makkelijk om gewoon verder te zetten? Naarmate dat bleef duren, ja. Dan moest dat wel terug, hè? Want we zijn ook bezig met een heel groot festival in 2022. Ja, dat moesten we terug opzetten. Hè? Dus we hebben dat ook wel opgezet. Maar je merkt wel als het verschil met zo'n digitale meeting, zeker met nieuwe mensen, of een fysieke meeting, ja, die energie is gewoon compleet anders. Je weet gewoon veel duidelijker of dat iets goed aankomt of iets slecht aankomt, of dat er toch een issue is, of dat er heel veel enthousiasme is. Dat je voelt dat gewoon veel meer dan dat je hè, op je scherm zit. Ja, dus jullie hebben voornamelijk de impuls gehad van niet te veel nieuwe samenwerkingsverbanden te gaan opzoeken, maar het echt te doen met wat jullie al kenden en Wij werkten ook al, ja. Nu, wij werken al met gigantisch veel mensen samen, hè, omdat wij zo nationaal, allez, ja, Vlaanderen en Brussel, dus ik denk dat wij met 200, wat is het, 230 vertoners of zo samenwerken al, met heel veel scholen, met heel veel culturele organisaties, dus dat netwerk was al heel groot. En ook heel veel, freelance makers, hè, regisseurs. Die hebben wij ook heel hard betrokken hè, in het uitdenken van nieuwe methodologieën en voor online workshops te geven. Of, we hebben ook ons heel hard laten begeleiden door een extern communicatiebureau, ook voor structuren. Hoe moeten we dat nu online allemaal gaan geregeld krijgen, dat dat duidelijk is. En dat, ja. Maar zo echt op zoek gaan naar nieuwe projecten, of nieuwe projecten, weer, eenmaal met een nieuwe partner, eenmaal buiten wat we deden, ja, dat was gewoon te veel, denk ik. Het was altijd zo'n beetje afwegen, hè, van, het is wel leuk en je krijgt energie van nieuwe dingen, maar als het te veel wordt, en zeker als mensen zo wat alleen zitten, dan. toch een beetje een beschermende factor. Ja, zeker in het begin, denk ik, ja, de eerste maanden, ja. Ja. Tijdens ons verkennend gesprek had je het ook over bepaalde nieuwe technologieën die jullie implementeren in die manier van werken, zoals een nieuw boekhoudsysteem, maar ook nadenken over data. Ja, jullie zijn een data-driven organisatie en hoe dat jullie daarmee gaan omgaan. Juist, ja. Artificiële intelligentie, kan je daar misschien eens op inpikken en hoe dat ook wel jullie werking heeft beïnvloed, omdat dat de relatie met scholen en jullie verbinding met leerkrachten en het onderwijs toch ook wel heeft beïnvloed en efficiënter maakt. Kan je die evolutie Ja, niet wacht, het zijn veel vragen in begin, door elkaar, maar ik ga beginnen met het begin. Het heeft ook met de fusie te maken. Dus als je natuurlijk een fusie aan het voorbereiden bent, je wilt de best mogelijke organisatie neerzetten en je hebt ook tijd om daarover na te denken, ja, dan zijn we ook bezig met die toekomst. Hè? Van hoe gaat u al voorbereiden op die toekomst? En daar zijn heel veel digitaliseringsprocessen eigenlijk mee te maken. Allee, we hebben daar heel veel over nagedacht. Natuurlijk, naïef als we waren hè, toen, dachten we van oké, we gaan dat implementeren, dat en dat, dat. En dat gaat dan een jaar duren. Ja, nee dus. Zo'n dingen, dat vraagt zijn een tijd. Het voorbeeld van het boekhoudsysteem bijvoorbeeld, dat gewoon een online boekhoudsysteem. Wij werkten vroeger met een offline boekhoudsysteem. Dat maakt dat zo'n nozel, hè, maar dat was dat ene computer en daar moest jij uw informatie uithalen, hè, aan die computer. Dat was niet online te bekijken, dat was ook niet door heel weinig andere collega's te bekijken. Dus dat
dat budgetopvolging, dat moest allemaal zo via eigenlijk ene persoon, onze zakelijk medewerker, moest dat allemaal lopen. We dachten ook toen met de fusie van, come on, dat kan beter. Hè? Ook in het idee van heel gelijkwaardigheid, hè? Mensen die hun eigen projecten opvolgen, ook budgetair, ook via de boekhouding echt, hè? Projectopvolging, dat moet kunnen. Dus hebben wij toen helemaal gezocht naar bepaalde systemen, zoals dat online boekhoudsysteem, en dat is eigenlijk net in gang getrapt, maar dat was dus 2-3 jaar voorbereiding in begin 2020. Wat dus fantastisch was, want als wij dan ineens thuis zaten, kon iedereen nog altijd wel zijn budgetten opvolgen. Konden zij nog altijd wel hun facturen inzien, want alles is online. Terwijl ervoor had dat gewoon een ramp geweest. Ik denk dat wij, ja, dan had er zo iemand wekelijks naar een bureau moeten gaan om daar helemaal alleen al de vragen op te lossen of zo. Hè. Dus dat was heel fijn om te zien van, oké, okay, oh, thank God dat we daar 2-3 jaar geleden aan gedacht hebben om dat in te doen. Want dat is altijd veel meer werk dan je denkt. Hè? Ook voor alles aan de herdenken en dan de systemen aanpassen en zo. Ja. En dan hebben we ook een boekhoud. Onze boekingstool noemen we dat. Dat is eigenlijk een soort boekingsplatform. Als vertoners bijvoorbeeld een film willen boeken, dat is vaak mailtjes, terugmailen. Dan, oei, waar is mijn DCP? Ah, TNT is onderweg. Wat kost dat dan eigenlijk? Allemaal van die, voor één boeking heb je misschien 10 mails soms. Hè? Mm-hmm. Dat hebben we eigenlijk, heel dat proces hebben wij ook in het begin van de fusie met mijn externe partner helemaal uitgedacht. Van oké, wat is die flow? Al die customer journeys van mogelijke partners, klanten, wat die allemaal bij ons aanvragen. En hebben wij heel veel geautomatiseerd en hebben wij een hele boekingstool eigenlijk laten programmeren. En die was ook off in 2020. Dus die was gelanceerd in... was eerst bedoeld in 2018, dan 2019. En dan 2020 was hem eigenlijk echt helemaal in orde. Want als je zoiets lanceert, moet het ook wel werken. Dus dat was ook fantastisch. Ineens... Want je werd minder bereikbaar en dat was allemaal niet zo simpel en zo. Dus ineens had je ook een heel goed platform daar, waar dat gewoon de klanten die nog dingen wouden doen, ineens konden doen ook. Hè? Ja. Dat is niet enkel voor films te boeken, maar dat is ook voor workshops, voor informatie. Ze krijgen heel veel automatische herinneringen, automatische mails. Ook bij vertoningen bijvoorbeeld moet altijd op het einde hoeveel mensen waren er in de zaal, wat waren de inkomsten. Dat kan nu allemaal via dat platform ingegeven worden, waardoor dat eigenlijk bijna automatische factuur wordt gegenereerd. Moet ook allemaal niet overgetypt worden. En nu onlangs hebben we ook nog een koppeling gemaakt tussen eigenlijk dat boekhoudsysteem en de boekingstool, waardoor dat je dus niks meer moet overtypen en dat gewoon allemaal vanzelf gaat. Ja. Maar dat heeft heel veel, dat heeft ongelooflijk veel denkwerk gevraagd. Ook natuurlijk, want je hebt beperkte budget. Het is niet echt zo, maar van alles kunt laten programmeren. Als dat niet werkt, dan moet iets anders. Of, ook gewoon dat onderzoek naar welke tool. Moeten wij een bestaande tool? Moeten wij iets op maat laten maken? Want we zijn wel redelijk uniek, denk ik, qua structuur. Het heeft heel veel voorbereiding gevraagd, maar we waren er dan wel. Of zo. Ja. In 2020 waren er 2 grote digitale processen die in gang gezet worden, die ons wel... wat gered hebben, denk ik ook wel. Ja. Dat er anders veel meer chaos had geweest. Ja. En concreet ook, je hoeft, stel dat je een leerkracht wilt overtuigen om een bepaalde film te boeken, dan hoef je ook niet fysiek er naartoe te gaan. Maar eigenlijk kan die leerkracht vanuit achter zijn computer geïnformeerd geraken. Alle informatie is beschikbaar. Ja, en die kan dan ook wel prijzen al opvragen. Allee, zo, er is al heel veel informatie die inderdaad anders vertraging oploopt soms. Hè. Ja, vertraging. Nu, er zijn nog dingen die verbeterd kunnen worden. Hè. Maar dat is gewoon... Dat is ook ons actieplan voor de volgende jaren. Hè? Dat we bepaalde focussen hebben per jaar voor die ontwikkeling wel verder te zetten. Ja, dat heeft denk ik heel veel invloed op jullie budget, jullie financiële model. Hoe heeft de crisis eigenlijk jullie financiële model misschien veranderd? Het heeft niet echt veranderd. Je ziet wel verschuivingen. Mm-hmm. Er wordt heel veel omzet gegenereerd, ook binnen distributie. Natuurlijk, als de cinema's toe waren, was het ook toe. Dat verschuift dan zo wel een beetje naar VOD. Daar zag je wel een verhoging en zo, maar dat lost het verschil niet op. Hè. Dus dat is wel iets van inkomsten, maar dat is zeker niet hetzelfde. Wij hebben op een bepaald moment... Dus dat is ook heel dat VOD-verhaal. Hè. Dus dat we erover moeten blij nadenken. Hè. Wij zien ook de DVD-verkoop. Dat is nog altijd... Dat werkt nog altijd, wat ik altijd zot vind eigenlijk. Maar dat daalt wel. Hè. Dus je moet daar wel over nadenken. Ook de investeringen die we eraan voor doen of niet meer gaan doen, moet dan dat verschil weer opvangen.
wij konden heel goed... distributie heeft ook heel veel kosten. Hè, dus we hebben op een bepaald moment ook gewoon... Ja, in de kosten gewoon keihard geschrapt. Hè, als er geen releases zijn. En geen, maar, dus we zijn er wel doorgesparteld of zo in 2020. Maar je voelt nu, vooral in 2021, ja, dat is nog altijd niet opgestart. Je catalogus wordt kleiner, want je hebt minder uitgebracht. Allee, dat is... Volgens mij gaat dat nog wel even doorcijpelen of zo. Als het gaat over het verdienmodel, daar zijn we ook wel heel hard over aan het nadenken. We hebben ook zoiets opgestart voor online voor leerkrachten. Dat was al een beetje die focus. We dachten, oké, wat hebben die nu eigenlijk echt nodig? En wat, nu gaan al de boekingen en zo, schoolvertoningen, dat gaat ook vaak via netwerk. Hè, via het netwerk van de cc's en de jeugdbewegingen en zo, cinema's. Wat heel fijn is, want dat is een heel goede samenwerking. Hè. We willen al bij hetzelfde of zo. Dus je gaat voor hetzelfde doel. Maar wat je merkt is dat we de ambassadeurs wel bereiken, degene die al overtuigd zijn, de fans... Maar er is wel veel meer potentieel nog. Er zijn zoveel leerkrachten, zoveel scholen, zoveel leerlingen. Dat we heel hard hebben. We hebben dus een heel onderzoek gedaan, focusgroepen georganiseerd, interviews gedaan, enquêtes uitgestuurd. En er was redelijk wat respons. Dat is allemaal verwerkt geweest in platform L, dat is een beetje onze werktitel. Waar dat we eigenlijk op een heel andere manier met ons materiaal dat we hebben van lesmateriaal willen aan de slag gaan. Hè. Eerder, wat er eruit kwam, is eerder vanuit thema's denken, minder vanuit de film bijvoorbeeld. Hè. Wij denken altijd uit de film natuurlijk, we zijn een filmorganisatie. Maar een leerkracht is soms gewoon op zoek naar iets rond een vulkaan. Hè. Voilà, nu ik weet niet of we een thema vulkaan gaan doen, maar dat is wat dit, maar als voorbeeld. Eigenlijk het herdenken, het omturnen eigenlijk van je materiaal dat je hebt, afgestemd op de behoeften van je leerkracht. Dus heel dat proces hebben we... We zijn er nog altijd mee bezig. Hè. Dat is, we hebben een eerste oefening gedaan, heel dat onderzoek. Daar zijn wat bevindingen uitgekomen, conclusies. En nu moeten we dat uitgewerkt krijgen. Hè. Er moeten zien, dat platform, wat is dat dan? Hoe verhoudt zich dat tot onze website? Hoe gaat die journey van die leerkracht dan zijn? Als die leerkracht, hè, het idee rond dat nieuwe verdienmodel is dat is een gratis verdienmodel. Dat is inspiratie voor die leerkrachten die enthousiast maken voor al dat materiaal, ondersteuning geven bij lessen die helemaal soms niks met film te maken hebben. Hè. Omdat dat echt hetgeen is wat ze zoeken. Natuurlijk staan wij daar niet achter. Wij vinden, amai, met film kun je zoveel meer doen. Hè. Dat mag niet gewoon exemplarisch zijn of gewoon gebruikt worden ter illustratie. Maar het gaat wel maken dat leerkrachten... die bij ons nu niet terechtkomen omdat die stap veel te groot is, hè, naar echt film, rond filmwerken en zo, die gaan zo wel bij ons in contact komen. En hopelijk, we zijn ervan overtuigd, dat die wel geenthousiasmeerd gaan worden. Dat door dat andere aanbod aan te bieden, je kunt er een film rond zien, je kunt er nog een workshop rond zien, en dat die er eigenlijk zo op die manier gaan meegetrokken worden in het aanbod dat we hebben, waar dat wel een heel duidelijk verdienmodel aan zit. Ja. Nu, voor heel dat platform L, daar hebben wij extra ondersteuning. Hè. We hebben ook al de innovatieve transformatiepremie hè, via het FAF die we nu aangevraagd hebben en gekregen. Dus dat is allemaal wel fijn dat er van die extra premies zijn om die digitalisering en dat nadenken daarover om te stimuleren. Omdat je dat echt wel... Ja, je hebt even die tijd nodig, je hebt even die middel nodig om dat up and running te krijgen. Is dat iets dat de overheid meer moet doen? Ja, voor ons is dat een ongelooflijke katalysator. Ik weet ook, die innovatieprojecten van de Vlaamse gemeenschap, waar je dan moest samenwerken met een niet-culturele partner en zo. Ja, wij proberen dat zeker minimum één keer per jaar zo'n project op te zetten, omdat dat ons ogen haalt, dat is kleppen afzet. Je kijkt breder, je hebt ruimte en middelen om even iets te proberen, echt, zonder al te veel risico. En heel vaak, vaak kan dat dan ook wel structureel worden ingebed in de organisatie. Soms mislukt het echt of is de input-output misschien niet genoeg. Dan wordt dat opzij gezet, maar dan heb je die kennis wel of zo. Of heb je daar niet verbindingen mee. Dus ja, ik vind dat fantastisch dat dat al gebeurt. En ik denk dat er nog meer ruimte mogelijk zou moeten zijn. Maar ja, uiteraard vind ik dat. Hè. Ja. De ruimte dat daarvoor is, denk ik ook... Hoe meer dat wij ons gaan kunnen meten met commerciële organisaties, waar dat er heel veel R&D-departementen zijn. Hè? Ja. Ik ben even terug aan het denken aan hetgeen wat ik in het begin zei. Als het ging over innovatie en zo. Hè, dus wat die methodologieën die intern zijn. Maar wat dat ook iets is ons festival eigenlijk als event.
Wij zien dat echt als een soort experimenteerhub. Dus heel veel van... natuurlijk, we werken ook met externe partners, met externe kunstenaars die presenteren bij ons. Maar wij creëren ook veel aanbod. Dat kunnen workshops zijn, dat kunnen films zijn, waar we zo van niet weten van... Oei, gaat dat wel iets zijn? Gaat dat aanslagen? Wat kunnen we er aan mee doen? Die komen echt vaak op het festival als een soort... Ja, als een pilot eigenlijk. Dat is... En dat is heel leuk, want een festivalpubliek is vaak veel avontuurlijker dan misschien een bibliotheek die voor de eerste keer een workshop doet en heel goed zijn publiek kent. Of een school die toch bepaalde regels wilt volgen of bepaalde vinkjes wilt zetten. Dus zo'n festivalpubliek is fantastisch om veel mee te experimenteren. Dus heel veel van ons aanbod dat wij willen afchecken of zo met ons publiek, zwieren wij op ons festival, zowel naar vrije tijd als scholen. Om eens te zien van, oké, wat werkt er, wat werkt er niet? Om dan ook feedback te krijgen van je doelgroep. Want ja, precies op dat moment, hè. Ja, wij zijn nogal een intermediaire organisatie. Dus wij hebben niet zoveel momenten dat we echt contact hebben met ons publiek. Dus dat vond ik ook nog wel een belangrijke of zo. Wij zien zo... Ik denk dat er twee momenten is, hè. Dus die extra impulsen die je krijgt door extra subsidies, hè. Mm-hmm. Of extra samenwerken binnen Europese projecten is dat ook wel. Hè? Maar dat is altijd, ja, dat is altijd een beetje logger en moeilijker of zo. Hè? Dus ik denk dat de Vlaamse overheid en het FAV en zo daar wel sneller in zijn. En dan dat festival eigenlijk, dat wij echt als onze garage zien. Eigenlijk dat vroeger de Steve Jobs in zijn garage zat. En dan, ja. Ja, er zit heel veel experimenten, innovatieve uitwerkingen in hoe dat je de dingen beschrijft. Ik vraag mij ook af als directrice of jij dan... daar zit heel veel verantwoordelijkheid onder. HR, met uw mensen, uw doelgroepen, mm-hmm. op zakelijk niveau. Op zakelijk vlak, draag jij dat allemaal op jezelf? Of laat jij u daarin begeleiden op een of andere manier? Hoe pak jij dat aan eigenlijk? Wat wij vaak doen is, want natuurlijk, we hebben een redelijk grote ploeg. Dus je hebt dan je personeel, je hebt dan nog een hele hoop workshopbegeleiders en zo, die ook heel veel binnenbrengen van kennis en zo. Maar als het zo over grote projecten gaat, gelijk nu bijvoorbeeld met Platform L of die een boekingstoel of zo, ja, dan laten we ons echt begeleiden. Hè? We hebben echt ook een paar mensen binnen het team die echt daar heel goed in zijn, die heel analytisch zijn en zo. Dat is bijna computertaal. Hè? Je moet echt bijna kunnen programmeren in je hoofd om die dingen te zien. Maar daarvoor heb je echt externe expertise nodig. Dus dan halen wij dat binnen voor een bepaalde periode, waardoor dat je wel het gevoel hebt dat je een backup hebt. Hè? Want... Maar ik bedoelde op financieel vlak eigenlijk. Dat experiment. Ja, dat is vaak... dat is al vaak gecoverd door die ondersteuning. Hè? Ja. Door die ondersteuning die dan vanuit innovatieve partnerprojecten komt, of vanuit transformatiepremies nu... dat is eigenlijk, krijg je al een beetje, is dat risico al kleiner, omdat je het net met die centen mocht proberen. Wat ik wel merk, is dat er is vaak niet genoeg ruimte om extra mensen daarvoor aan te nemen. Hè? Dus dat dan vaak toch wel op het huidige team terechtkomt. Nu, dat heeft twee kanten. Hè? Dat is enerzijds inderdaad je werkdruk verhoogt heel hard, maar anderzijds ook super leerzaam. Ik zou het ook niet fijn vinden, moesten al die innovatieve processen buiten ons team gebeuren. Want ja... Dan blijft er niks plakken. Hè. Dat is, ik zie wel ook wel dat dat ook wel een soort leerprocessen zijn die de medewerkers ook gretig opnemen of zo. En lukt het dan ook vaak om, stel dat je een succesvol innovatief project hebt uitgeprobeerd, om dat dan ook financieel te bestendigen in je budget, zodat dat ook duurzaam kan blijven doorleven? Ja. Ik weet dat bijvoorbeeld... er is bijvoorbeeld een innovatief partnerproject geweest. Dat was gelinkt eigenlijk aan ons ziekenhuisproject, waar we eigenlijk films en extra tools en zo naar de ziekenhuizen brengen via een online platform. Dat was ook al iets... Dat was ook tof, want we zijn er al heel lang mee bezig en dat heeft ons ook al heel veel kennis gegeven. Eigenlijk, terwijl dat je nu ineens al die platformen moet hebben. Mm-hmm. In ieder geval, dat was een samenwerking met ook computer developers en zo. En wij hebben een soort VR gemaakt... voor in die ziekenhuis. Dus die kinderen krijgen dan een VR-bril, zo'n cardboard, kunnen gewoon hun gsm insteken. En dan zitten zij in een
op hun bed precies. Dus dat ze lijkt op een ziekenhuiskamer, want die zijn allemaal zo, allemaal generiek. Hè. Ze zijn allemaal zo hetzelfde overal. En ineens komt er water naar boven, verandert dat in een duikboot. Dat is een heel verhaal waar dat dan ook heel interactief is, dat ze bepaalde dingen kunnen ontlokken en zo. Hè. Heel die uitwerking, die is heel co-creatief gebeurd. Dus er, die makers en mensen van ons zijn naar de ziekenhuizen gegaan. Die hebben samen met die kinderen die personages uitgedacht, het verhaal uitgedacht. Zelfs kinderen die dan verschillende dingen getekend hebben, die dan daarna 3D zijn gemaakt voor in het project te komen. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dat is een app die geconstrueerd is, heel co-creatief gemaakt is geweest. Met dus een subsidie, maar die nu nog altijd wordt gebruikt. Hè. Dus dat staat op de App Store, dat staat op alle dingen waar je dat gewoon gratis kunt downloaden. En alle kinderen die ook binnen het Chef in het Ziekenhuis project zitten, die kunnen dat gebruiken. Hè, wij brengen ook cardboards naar die ziekenhuizen en zo, dus dat kan gewoon nog gebruikt worden. En zelfs in het buitenland, ik had nu een tijd geleden, moest ik zo'n presentatie doen voor in Riga. En daar hebben we dat ook geïntroduceerd. En daar hebben ze ook contact genomen met de ziekenhuis. Ah, je kunt dat doen, want die kinderen vinden dat fantastisch. Hè? Die vervelen zich te pletteren. Hè? Mm-hmm. En dan natuurlijk de films. Ja, hè, we hebben ook een filmplatform. En de ene vindt dat fantastisch, maar de andere wil liever iets anders. Hè? Die ziet Netflix of de Disney-DVD's uit de bibliotheek daar of zo. Dus dat is bijvoorbeeld een ding dat wij toen gecreëerd hebben. Heel die co-creatie, daar ook wel van geleerd. Want dat doen we dan ook weer. Als we kunnen binnen bepaalde projecten, daar ook ruimte voor is, dat gewoon nu structureel in de organisatie zit. Ja. Voor sommige projecten is het moeilijker. Ik denk nu bijvoorbeeld aan toekomstmakers. Dat is ook een heel groot project. Over zo changemakers en SDGs. Maar dat is een heel intensief project qua werving. Omdat dat een groot project is op een school. Ook logistiek is dat zwaar. We hebben nu ook voor het tweede jaar eigenlijk ondersteuning gekregen, wat fantastisch is. Maar je voelt wel dat dat niet kan blijven duren. Dus we zijn nu ook wel heel hard aan het denken van, ja, hoe kunnen we dat hier nu toch net iets efficiënter maken? Of waar is er marge om dat makkelijker te maken? Of kan die werving, kan dat niet in de structurele organisatie terechtkomen? Hè? Dus, ja. Want anders dan gaat het niet lukken. Ja. Ja, dat is altijd een denkoefening. Ja, dat doen we ook wel. Hè? Dus, ja. Ja. Waar wil je zeker op investeren voor op korte termijn, maar misschien ook op lange termijn, dat je geleerd hebt van de afgelopen periode? Ja, in uw mensen. Hè? Ik denk dat heel belangrijk is, dat ze genoeg leeropportuniteiten hebben, dat er ook genoeg ondersteuning ook is. Want ik merk soms, er zijn er een paar bij ons die heel snel zijn in die dingen. Gooit je dan een nieuwe digitale tool en die zijn er meteen vertrokken. Maar niet iedereen heeft dat. Hè. De een is beter. Dus daar we hebben zo wat de digibuddies. Dat je elkaar helpt. Dat je weet van, oké, als je er wat minder snel mee bent, dat je weet van, ik ga naar die gaan. Die gaan mij dan wel even helpen. Dat gaat over al die dingen. Dat gaat over teamleader. Dat gaat over die boekingstoel. Dat kan over spreadsheets gaan. Dus daar, ik denk, het blijvend leren ondersteunen binnen de organisatie. En dat ook die ondersteuning ook proberen te geven. Blijvend, dus niet gewoon iets gedroppen en dan een opleiding en dan iedereen moet er maar mee gaan, want dat is niet. Dat wel gemerkt. Dus, en nog een vullen investeren is natuurlijk heel dat online gegeven, dat gaat niet weggaan. Hè. Mm-hmm. En dat maakt wel dat je eigenlijk investeert in twee festivals, hè, een online gegeven en een fysiek. Dus daar moeten gewoon. Ja, hoe gaat het daarmee omgaan? Dus je wilt daar wel investeren, maar ten koste van wat dan? Hè? Of dat is nog wel een vraagstuk of zo. Nu we gaan dat gewoon aanbieden, omdat we hebben gemerkt dat het publieksonderzoek dat 70-80% dat wilt, uw publiek. Dat hybride. Omdat ze dat wel af en toe iets tof vinden. Ja, soms, hè, zeker met kinderen, als je ze niet aangekleed krijgt, of ze zijn lastig, of weet ik wel, is het wel handig dat je een festivalbeleving ook eens een keer thuis kunt doen. Hè? Dus die combinatie wordt wel heel hard geprecieerd. En heel dat online gegeven, ik denk, vroeger als je een nieuwe website had, dan was dat een grote investering, maar die kon zo wel 5-7 jaar meegaan of zo, hè? Mm-hmm. En nu merkte na 3 jaar is dat eigenlijk al je hebt eigenlijk al wat problemen omdat je heel hard meedraait met je organisatie en dan die noden eigenlijk volgt online.
Dus als ik merk dat nu ook met Platform L, dat is eigenlijk iets wat heel grote noodzaak is binnen dan die doelgroep. Maar dan moet dan wel, ja, hoe moet je dan de rest aanpassen dat dat goed op elkaar inklikt? Het laten praten van al die tools of zo, dat is ook echt, ja, dat is een investering. Ja, ja. Maar ik denk wel dat dat een investering is die je moet doen, die je moet blijven doen. Het is ook niet, die bookingstool is gemaakt en dan moet je daar niet meer investeren. Nee, dat is al altijd, dat is een lopende structurele kost. Hè? Niet zoveel als in het begin, maar toch. Gaat de fysieke beleving daardoor inboeten, denk je, in de toekomst? Nee, maar op dat vlak ben ik dan soms wel naïef of zo. Ik geloof heel hard, ik heb ook gezien, hè, als er zoal dingen gebeuren nu, hè, die fysiek, die goesting daarin, hoe makkelijk dat we ook gewoon allemaal terug dat dan doen of zo. Mm-hmm. Ik geloof echt in het verbreden van dat publiek. Dat we nu soms mensen, kinderen, leerkrachten niet bereiken, bijvoorbeeld voor een vorming, omdat het te moeilijk is om allemaal naar Antwerpen te komen, bijvoorbeeld. En dat we dan met dat online echt gewoon een aanvulling hebben. En dat we daardoor meer mensen kunnen bereiken. Die er anders gewoon echt niet toe zouden komen, omdat het fysiek te ver is. Of te duur, of te... Allee, dus ik geloof echt in die verbreding, eigenlijk. Ja. Ja. Je neemt verschillende functies op, denk ik, hè? Op artistiek vlak, op zakelijk vlak, op coördinatievlak. Wat is voor jou binnen uw functie de grootste uitdaging de komende jaren? Voor jou persoonlijk dan? Ik weet niet of dat een helder is. Ja, nee. Ik denk gewoon dat proactief genoeg zijn. Zo. Echt dat... Ik heb geen glazen bol, hè, dus dat zal het leukste zijn, dat je ergens kan kopen of zo. Maar zo daarmee bezig zijn, weten van oké, wat ik heel fijn vind, hè, bedoel, mijn chef is dat, we zijn een grote organisatie geworden, je hebt dat, eens dat die machinerie draait, dat heeft ongelooflijk veel effect, dat gaat vooruit, dat, je kunt heel veel betekenen voor die sector of zo, maar hoe gaan we er nu voor zorgen dat we relevant blijven, dat we inzetten op de juiste dingen? Want je krijgt veel meer vragen nu, ook, hè, omdat je als je beter kennen en zo. We krijgen heel veel vragen, we hebben heel veel samenwerkingen. En soms moeten natuurlijk wel met de beperkte tijd en middelen en zo. En mensen moeten wel kiezen, moeten prioriteiten kunnen stellen. En ik denk dat dat juist is, als je nadenkt over de toekomst, dan ga je wel beter weten op wat we moeten inzetten. Dus dat vind ik de grootste uitdaging. Weten op wat moeten inzetten, wat zijn de prio's en hoe maken we dat we er klaar voor zijn. Hè? Ja, jij gebruikt ook veel methodische aanpakken om... Dat is plezant. Ja, wel. Dat is uw en dat wel. Denk je dat de brede culturele sector dat misschien meer moet doen? Om echt vanuit misschien de managementwereld geïnspireerd te geraken op bepaalde methodieken die daar worden gebruikt om dat misschien ook te implementeren binnen die culturele sector? Wat is uw visie daarin? Goh, ik denk dat... Ja, ik heb natuurlijk cultuurmanagement gedaan. Ik heb link leiderschap gedaan. Dus dat management zit er wel heel hard in. Hè. Ik denk wel dat... Want dat door soms een theorie daarbij te halen, of methodologie erbij te halen, dat je dan dat je een soort veiligheid inbouwt. Hè? Dat je een backup inbouwt. Hè? Dus je kunt over iets denken en dan gaan we dat zo doen of dit of dat. Maar als dat een beetje gebackupt wordt door methodologie, door theorie, door onderzoek, dan geeft dat ook gewoon heel veel moed om daar vol een bak voor te gaan. Terwijl als je alles wat je in het wilde weg doet, wat soms leuk is, hè? Dan heb je dat veel minder. Dus dan... Ik persoonlijk heb dat nodig. Ik denk dat onze organisatie ook nodig heeft om die een backup te maken waarbinnen dat je dan wel veilig dingen kunt doen of zo. Mm-hmm. Ik vind dat wel. Ik vind dat leidinggevenden binnen de culturele sector ook wel of dat nu management is of leiderschap of whatever, maar gewoon ook wel moeten blijven bevragen, blijven onderzoeken, up-to-date zijn en dingen uitproberen, hè, van methodes. Ja. Omdat ik denk dat het gewoon ook veel plezanter is. Ik denk ook dat het veel plezanter is als je een brainstorm doet, hè, en je geeft iedereen gewoon een pakje, hè, aan deze, hè, allemaal post-itjes. En je zegt, zet je ideeën maar op tafel. Ja, echt, iedereen is dat beu. Hè.
Iedereen is dat. Maar als je daar een hele methodiek rond doet en, je legt uit waarom dat dan kunt linken met dat en als je dat tof aanpakt, eigenlijk plezant aanpakt, dan gaat er gewoon veel meer mensen mee hebben, denk ik. Ik denk dat wij ook wel in een sector werken waar mensen... Allee, de ene speelt al wat liever dan de andere, hè, want uiteindelijk zijn we gewoon grote kinderen. Maar ik denk dat in onze sector echt wel vaak lukt. Of zo. Dat mensen dat heel leuk vinden om zo al spelend van alles te verwezenlijken. We hebben nu net een brainstorm weekend achter de rug. Hè. En als we dan nadenken over... Het was nu bijvoorbeeld over de cinema van de toekomst, dan... Ene groep moest dat helemaal in floorplanner doen, dat soort 3D interieur ding, hè, of programma. De andere die waren bezig met van die kartonnen huizen die ze helemaal moesten met Play-Doh en alles in doen. En de andere hadden de twee bakken Duplo van de kinderen, hè, waar ze mee moesten werken. Maar dat is heel plezant. Er zijn heel veel interessante zaken uitgekomen, net omdat je die hoofden wel openzet of zo. Dat is natuurlijk wel geen hele wetenschappelijke methodologie, maar die vorm of zo bijvoorbeeld, denk ik ook heel belangrijk is. Gewoon ergens te geraken, ja. Een creatieve aanpak om aan innovatie te doen. En ook, ja, en ik denk ook niet dat dat tegengesteld is of zo. Hè. Vaak maken ze zo'n tegenstelling tussen een zakelijke en een artistiek leider, dan zakelijke dan zo'n beetje saai de boekhouding doen en dan een artistiek en die zijn met de wilde idee. Ik geloof daarin. Ik zie dat ook binnen onze organisatie. Er zijn echt wel veel mensen die heel inhoudelijk creatief zijn, maar die ook wel zakelijk hun eigen budgetten kunnen opvolgen en daarover nadenken van oké, dat verdienmodel, als we dat hier een beetje aanpassen, wat gaat dan het effect zijn? En dan prognoses kunnen maken en zo. Dus, ja. Oké. Okay. Ja, het uur is al om. Iris, amai. Ja. Het was gek dat we echt geen vol krijgen eigenlijk. Ik had het gezegd, het gaat heel snel voorbij. Had gelijk. Dus, ik wil u bedanken alvast om uw inzichten hier met ons mee te delen. En, om deze middag toch de mensen te inspireren. Dus dank je wel, Inna van Cultuurloket. Het is meteen ook onze laatste inspiratietalk in deze thematiek. Dus ik wil iedereen bedanken, ook Inna van Cultuurloket. En hopelijk waren het er heel inspirerende gesprekken. Je kan ze allemaal terugzien op het YouTube-kanaal van Cultuurloket. Dus gewoon even googlen naar YouTube en dan alle gesprekken die ik van de week heb gehad op de middag met artistieke, zakelijke leiders. Heel inspirerend, kan je dus terug bekijken. Dank jullie wel alvast. En voilà, ik wens jullie nog een prettige namiddag. En aan u ook, Iris. Merci voor hetzelfde. Ja. Bye. Dag.